Nadat we hebben uitgezocht wat de beste wc van de campus is, is het nu tijd voor de beste draaider van de campus. Laten we eens kijken wat de student nou een belangrijke criteria vindt voor de beste draaider. Dat hij draait. Hij moet rond zijn. Nou, je kunt er lekker een team in. Gewoon zoveel mogelijk mensen in zo'n vakje. Oh, het komt vrij vaak voor dat mensen gewoon erg domme dingen in de draaideur doen, waardoor alles vastloopt. Als je er net inspringt, dat je denkt, oh, die kan ik halen, en dan spring je erin. Dan bleek dat je het blijkbaar niet kon halen en dan loopt de voorste met zijn snuit tegen het glas aan. Dat je niet vast komt te zitten. Ik vind dat die vastloopt, maar gewoon een beetje normaal. Want je hebt natuurlijk oudere mensen, jongere mensen, maar een beetje normaal dat iedereen met een redelijk tempo er doorheen kan. Dan. Dat hij niet elke keer op tilt slaat als er iemand nog snel even tussen probeert te komen. De draaideur moet draaien. Niet alleen functioneel, maar ook gewoon iets qua aankleding. Nou, glas is wel goed. Een flatscreen, als ze dat kunnen inbouwen, dan zou ook chill zijn. Een keukenblok. Ik denk dat het handig is als het heel erg afsteekt, zodat je goed ziet waar de deur zit en waar de ruimte is om te staan. De student heeft gesproken. De drie belangrijkste eigenschappen van een draaideur zijn dat er genoeg mensen in kunnen, dat hij niet te snel op tilt slaat en dat er ook best wel wat meer aankleding mag zijn. Het Grotius-gebouw. Er heerst hier een gemoedelijke sfeer waar ook de roker zich thuis voelt. Een draaideur voor de studievertrager, maar je kan er echt alleen maar met een lome tred of een iets wat agressieve loop doorheen komen. Vandaar dat hij ook vaak vastloopt. TVA 3, de asociale draaideur. Want er is echt maar ruimte voor één iemand per keer. Maar veiligheid staat wel boven alles. Dat zie je ook aan deze paal met deze heerlijke ambulancekleuren. Ach, wat een leuke stickers. Helemaal goed. 2 sterren voor de aankleding. De HAM, de praktische draaideur. Met graffiti anno 2015. Sociale voorzieningen zijn hier ook ruim aanwezig. Dat je echt van meerdere perspectieven kan bekijken, hè? Gouden billen, magistraal. Ook zilver behoort hier tot het kleurenschema. Brute kracht en sociaal teamwork worden hier beloond. Self-service op zijn mooist. Nou, hier bij de HAM weten ze wel hoe het moet hoor, want bij het Grotius gaat hij gewoon veel te sloom en is niet betrouwbaar. En bij TVA 3 zijn gewoon veel te weinig plaats, dus worden mensen gewoon achtergelaten, terwijl de rest gewoon doordraait. Nou, hier weten ze wel hoe het moet, want hier is de perfecte combinatie van betrouwbaarheid, hoeveelheid en aankleding.